Als jij naar een onbewoond eiland zou gaan, hè? Helemaal in je eentje, wat zou je dan meenemen? Boterhammen. Meiden, ik heb een beetje liefdesadvies nodig. Ben je wel eens verliefd geweest? Niet dat ik me kan herinneren. Want hoe voelt dat dan, denk je, verliefd zijn? Dat je wel gek bij diegene gaat doen. Wat zou jij dan, denk je, doen als je verliefd bent? Bijvoorbeeld als we dan in mijn huis zijn, dat ik dan gelijk tikkertje ga doen. Hoe maak je iemand verliefd, denk je? Hebben jullie nog goede tips voor andere meisjes? Ja, gewoon de kleding aandoen, heel mooie make-up. Hoe ik kan make-uppen en dan gewoon heel aardig doen. Echt heel aardig en grappige heel dingen aardig vertellen. Wat moet je nou echt aandoen met Valentijnsdag? Een trouwjurk. Een trouwjurk? Wat weten jullie precies wat trouwen is? Dat ze elkaar leuk vinden en dat ze dan gewoon soms ook wel ruzie maken. Maar dat ze gelijk dan maar goed maken. En waarom, wat vind je nou zo leuk aan trouwen? Ik ken de taart. Wat zou jij sturen als je een vriendje had en als het Valentijndag is? Ik denk dat ik dan een hele mooie brief zou schrijven. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Dat je denkt, ja, maar dat moet je niet vergeten, maar buiten zitten. Anders mij niet met hartjes zelgen. Weet je hoe dat moet? Moet jij maken, hè? Moeten we heel dicht bij elkaar.